als je altijd een beker wint, ben je altijd super gelukkig. Voor mij het mooiste moment bij KGent Ladies. Goh, om van in het begin prijzen te nemen is dat denk ik heel moeilijk. Ik denk dat je ook als club zijnde ook een beetje moet denken van we zijn een club in opbouw, we moeten nog groeien. En dat is vooral hetgene denk ik waar KGent wel echt al tot nu toe in geslaagd is. We zijn eigenlijk van heel ver gekomen en ze hebben toch wel al in die 10 jaar heel veel mooie momenten kunnen bereiken. Ja, de overstap van Cercle Melle Ladies naar KGent Ladies was op zich wel al mooi dat we onder de naam van KGent zelf mochten spelen. Dus dat was zeker al een begin wat we nodig hadden om eigenlijk te groeien. In het begin hebben we heel veel leergeld moeten betalen. We hebben dat eerste jaar in die Binnenleague gespeeld, waar dan we toch wel serieus wat klop hebben gekregen. Maar dat heeft ons op latere termijn ook veel beter gemaakt. Het doel van het seizoen van Benelink was vooral om bij te leren, sowieso. En ook denk ik om te toetsen aan het niveau van de Nederlandse ploegen. Dat zou ook niet echt heel realistisch. Het zou mooi geweest zijn, maar het zou ook niet heel realistisch geweest zijn. Ik zeg het, mentaal was dat vrij zwaar om elke week met zware cijfers te verliezen. Maar uiteindelijk, na lang doorzetten, zijn we toch nu tot de top van de competitie gegroeid en ook dan die 2 bekerwinsten. Ja, inderdaad, als je elke week zo zwaar verliest, is dat vaak moeilijk om je terug op te laden. Vooral omdat je dan in een bus zit en als je dan een verre verplaatsing bijvoorbeeld hebt naar Heerenveen, 5 uur in de bus naar daar, 5 uur terug, dus dat je eigenlijk 's nachts terugkomt. Maar we zijn vooral blijven doorzetten omdat onze ploeg zo goed aan elkaar hing. Oké, dat was professioneel voetbal. Maar wij waren ook echt wel een hechte vriendengroep, waardoor dat we een plezier naast het veld hadden. Het plezier op het veld was misschien minder als we zwaar verloren, maar dat heeft ons toch gebracht om blijven te kunnen doorzetten. En zo is dat wel goed gelukt. Ja, elk seizoen was er inderdaad wel een verbetering te zien, zowel op gebied van staf, een uitgebreide staf meer. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een trainer die zich bezighield met de verschillende linies. Dat we ons daar al konden op focussen. Maar niet alleen dat, ook opvolging van fysieke parameters zoals hartslag, vermoeidheid. Ook een nauwe samenwerking met de kiné. En we zagen wel elk seizoen dat er een stap vooruit werd gezet. Je kunt niet in één keer een grote stap zetten en verwachten we zijn aan de top. Zoiets moet nu eenmaal stelselmatig gebeuren. Goh, ik denk in het begin van het bestaan van KGent Ladies hadden we nog geen doelstellingen van we willen echt voor die bekerwinst gaan, we willen echt kampioen spelen. Dat is eigenlijk maar die laatste jaren gekomen, omdat we zelf ook merkten van we zetten elk jaar een stap vooruit. Zeker als Cassandra en Mirjam. En Jody, dat waren 3 echt hele grote talenten die echt wel serieus iets bijbrachten aan de club. En zij zijn ook wel een groot stuk verantwoordelijk om die groei te hebben. Dat was eigenlijk, ik denk pas als we in die halve finale in een van de laatste minuten zaten, dat we beseften van oké, we kunnen onze droomfinale hebben tegen Anderlecht. En natuurlijk, daarvoor heb je geen extra motivatie nodig als je die naam te horen krijgt. We hebben in de aanloop van de bekerfinale zijn we samengekomen op Neptunus. Zodat iedereen eigenlijk wel echt tot rust kon komen of bleef. Maar gewoon ook terug die groepsfeer, gewoon het samen zijn, is eigenlijk al een voordeel op zich geweest. Vooraleer dat we dan naar Mechelen met de bus vertrokken zijn, was dat eigenlijk al fantastisch om gewoon bij elkaar te zijn. Zelfs ook al sta je op het veld en je staat dan 1-2, 1-3 voor, die stress blijft wel aanwezig, maar dat is gezonde stress. Het is niet dat dat verlammend werkt, maar dat houdt je wel scherp in de match. En ik zeg het, alles viel samen, alles daarom is het gewoon gelukt. Na het afluiten van de bekerfinale ben ik gewoon neergevallen, want ik had superveel kramp in mijn hamstring. Ik was dolgelukkig,
Maar ik had ook echt, ja, ik was super moe, want ik zat in mijn examens. Dat was een vrij zware periode. Maar dat was gewoon fantastisch. Dat is eigenlijk voor mij het mooiste moment bij KGent Ladies. En dat is die bekerwinst. En vooral omdat het tegen Anderlecht ook een groot stuk was. Als de scheids al afgefloten had, het begint al feestje in de kleedkamer. Dan zijn we op de bus gekropen, feestje op de bus. En dan zo naar Neptunus. En ja, daar is het eigenlijk helemaal uit de hand gelopen, laten we het zo zeggen. Na de winst had ik zelf gehoopt van oké, dit is de poort om ja, elk seizoen er te staan en mee te draaien aan de top. Ergens hoop je wel dat het nog eens gebeurt. Maar ik was er wel vrij zeker van dat er nog mooie dingen zouden gebeuren met deze club. Zo snel had ik het eigenlijk niet gedacht. Natuurlijk, als je in de finale tegen Standaard staat, dan weet je wel dat er iets kan. Maar ja, je weet ook met Standaard dat je nooit klaar bent. Dus dat was ook wel volle concentratie aan die wedstrijd beginnen. En alles geven en dan ja, zien waar dat we uitkomen. Ja, die tweede bekerfinale tegen Standaard was voor mij persoonlijk wel een ander gegeven. Omdat ik eigenlijk toen al zat met mijn blessure aan mijn knie. Wel volop mij daarin gesmeten, maar het was zeker niet even gemakkelijk. Omdat je niet dezelfde voorbereiding had naar die tweede bekerfinale toe. Goh, ik zou daarom niet zeggen dat de vreugde minder groot was. Voor mij persoonlijk was de vreugde nog net groter. Dankzij die blessure dat ik daarnet verteld heb, dat ik eigenlijk niet 100% al matchritme en zo had. Maar als je altijd een beker wint, ben je altijd super gelukkig. Ja, dat beschrijft ook een beetje de club dat ze willen blijven stappen vooruitzetten. En ja, nog altijd die ambitie hebben om ja, toch ooit op een dag kampioen te spelen, Champions League te spelen. En ja, voor de derde keer uiteindelijk de beker binnen te halen. Het moment dat ik graag nog eens zou beleven, is het moment dat ik zie dat Cassandra mij rooft die een bal tegen Annet kopt. Dat was de 2-1 voor ons. En dat was in een omschakeling, dus dat was ook echt een ja, supersnelle en supermooie omschakeling. En ik als 6 zijnde stond bijna nog op mijn eigen baklijn en Cassandra was al aan de andere baklijn. En dat was ook echt een prachtige aanval, dus ja, dat moment zou ik wel echt nog een keer willen herbeleven, omdat het ook zo snel gegaan is.